Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag is er net als gisteren eentje met als onderwerp micronaties. Vandaag gaat het over de micronatie Sealand. Voor de kust van Groot-Brittannië ligt een eigenzinnige en onconventionele natie die bekend staat als Sealand. Deze zelfbenoemde micronatie, gevestigd op een verlaten zeefort, gesticht in 1967, spreekt tot de verbeelding van velen, tart de normen van de traditionele natie en daagt de grenzen van de soevereiniteit uit. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd Rolf's Tower, een voormalige Britse marineinstallatie, gelegen in internationale wateren, verlaten. Paddy Roy Bates, een voormalige majoor van het Britse leger, profiteerde van de strategische ligging en greep in 1967 de controle over het fort en riep het uit tot Prinsdom Sealand. Bates stelde samen met zijn familie hun eigen vlag, eigen grondwet en zelfs een volkslied vast, waarmee ze hun aspiraties voor een onafhankelijke natie kenbaar maken. Bates wilde aanvankelijk een zeezender beginnen op het eiland, maar besloot uiteindelijk het in plaats daarvan als micronatie voor te zetten. Ondanks zijn geringe omvang en onconventionele locatie ontwikkelde Sealand zijn eigen bestuurssysteem. Toen Roy Bates de rol van zelfbenoemde prins op zich nam, implementeerde de natie een erfelijke monarchie, waarbij de titel in 1999 werd doorgegeven aan zijn zoon Michael Bates, prins Michael. Het vorstendom beschikte ook over een eigen nationale symbolen zoals een koninklijk wapen, postzegels en paspoorten die aan een select aantal burgers zijn afgegeven. De reis van Sealand als micronatie is niet zonder uitdagingen verlopen. De unieke positie van het land in internationale wateren heeft geleid tot juridische geschillen en vragen rond de legitimiteit ervan. Met name de Britse regering heeft de soevereiniteit van Sealand in twijfel getrokken met het argument dat deze onder hun juridictie valt. De mensen betrokken bij Sealand geloven echter stellig in de autonome status. Het fort bevindt zich buiten de Britse territoriale wateren en dat is voor hen het bewijs van de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn er een aantal rechtszaken die dit bevestigen. Niet lang nadat Bates de onafhankelijkheid had uitgeroepen, kwamen er meerdere schepen van de Britse marine op het eiland af in een kennelijke poging om Bates van het eiland te verdrijven. Bates, met zijn militaire achtergrond, gebruikte het toen nog op het eiland aanwezige luchtafweergeschut uit de oorlog om de schepen na binnendringen in de territoriale wateren van Sealand voor de boeg te schieten, waarna de schepen de aftocht inzetten. Kennelijk dachten ze dat lossen we wel op een andere manier op. Bates deed wekelijks met een rubberboot boodschappen in het kustplaatsje Ipswich. En toen hij de eerste keer daar het gebeurde voet aan wal zette, werd hij prompt gearresteerd. De aanklacht luidde illegaal wapenbezit, dit vanwege het geschut op het eiland. De Britse rechter echter verklaarde al snel tegen de politie: sorry heren, ik ben een Britse rechter, het eiland ligt niet in Groot-Brittannië en dus ben ik niet bevoegd. Bates werd daarop vrijgelaten. De overheid liet het er echter niet bij zitten en spande het ene na het andere hoge beroep aan. Maar telkens concludeerde de rechter: ik ben niet bevoegd, het eiland hoort niet bij de UK. Door de jaren heen heeft Sealand met verschillende andere hindernissen te maken gehad, waaronder pogingen tot invasie en bezetting. In 1978 lanceerde een groep Duitse en Nederlandse huurlingen een aanval op het vorstendom in een poging de controle in handen te krijgen. De indringers werden uiteindelijk overmeesterd door de familie Bates, samen met meerdere kennissen, waarbij met een helikopter de natie werd binnengevallen. Ondanks deze uitdagingen is Sealand erin geslaagd om zijn onafhankelijke status te behouden. Een andere heikele kwestie was toen Groot-Brittannië zijn territoriale wateren uitbreidde van 4 mijl naar 12 mijl, waardoor Sealand vervolgens zou worden omsloten door de Britse territoriale wateren en geen mogelijkheid meer had om zelfstandig de Noordzee op te varen. Een etmaal voordat de UK zijn 12 mijl zone echter invoerde, breidde Sealand zelf zijn territoriale wateren uit naar 12 mijl. Een etmaal voordat de UK zijn 12 mijl zone echter invoerde, breidde Sealand zijn territoriale wateren zelf naar 12 mijlen uit. Omdat de zeewet voorschrijft dat territoriale wateren die betwist kunnen worden door beide landen gelijkelijk verdeeld moeten worden, bleef Sealand een vrije doorvaart houden tot de niet-territoriale wateren van de Noordzee. In 2006 verwoestte een brand een aanzienlijk deel van het eiland, veroorzaakt door een kortsluiting in een van de generatoren. Er is, zoals ik eerder al meldde, altijd een caretaker op het eiland en deze raakte gewond bij de brand en werd vervolgens door een helikopter van de Royal Navy naar het nabijgelegen ziekenhuis van Ipswich gebracht. De Harwich reddingboot bleef in de buurt van het eiland totdat de plaatselijke brandweersleepboot de brand had geblust. Het is opmerkelijk dat de Royal Navy zich er duidelijk van bewust was dat het eiland op dat moment onbeheerd was, maar dat de Britten het eiland op dat moment toch niet hebben ingenomen. De brand leidde tot schade van wel €250.000 en er werd gemeld dat het met de hulp van een plaatselijke aannemer die een fan was, het allemaal in ongeveer 6 maanden was hersteld.
Tussen 2007 en 2010 waren er verschillende meldingen dat de micronatie te koop zou zijn. Ik denk dat het rond 2009 of 2010 was dat ik daarover met prins Michael sprak. Hij legde echter uit dat het niet de natie of de soevereiniteit van de natie was die te koop was. Er stond echt onroerend goed op het eiland te koop. Net zoals wanneer je een huis wilt bouwen of een bedrijf of iets dergelijks als een hotel waarvan je de ruimte daarvoor bezit. Waarschijnlijk was het de steile prijs die daarvoor gevraagd werd die tot de conclusie leidde dat het land te koop stond, wat niet het geval was. Sealand bestaat nu ongeveer 55 jaar. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.